Wilt u op de hoogte blijven van het laatste consumentennieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief www.trosradar.nl. Ja, straks nog een warme of een koude douche, maar eerst Wim. Ja, deze zomer was er nieuws in de aandelenlease-affaire. De Hoge Raad die heeft namelijk geoordeeld dat Dexia, maar ook Egon en Levop, dat die hun klanten beter hadden moeten voorlichten over de risico's van hun aandelenlease-producten. En daarom heeft de Hoge Raad ook aangegeven dat zij klanten die schade geleden hebben, dat zij een gedeelte van die schade terug moeten betalen. Dat is mooi. Dan hebben we het vooral over inleg en over restschuld. Okay. Ja, dat is mooi. De hele samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad met alle mits en maren, want die zijn er wel degelijk, die vindt u op onze website. Ja, goed. Dus kunnen mensen daar lezen. Ja, afgelopen zomer was er natuurlijk ook uitgebreide aandacht hier in Radar voor de DSB-bank en alle perikelen daaromheen. En ook deze zomer is daar het nodige over gebeurd. Dus nu alvast de toezegging dat wij volgende week uitgebreid terugkomen op DSB. Volgende week? Ja. En dan tenslotte nog een oproep. Met de economische crisis worden helaas ook steeds meer mensen hun huis uitgezet, gedwongen, ontruimd. En wij zijn benieuwd hoe dat er nou aan toe gaat bij zo'n ontruiming. En dan vooral met betrekking tot de inboedel. En wij vragen ons af of die dan wel helemaal weer terugkomt netjes en niet beschadigd. Of dat die niet helemaal misschien vernietigd is. We weten het niet. Goed. We vragen ons af. Laat het ons weten. U kunt bellen. Dit soort of andere consumentenproblemen 0800 1343. Dankjewel. En ook deze week is hij er weer. Wordt het een warme of een koude douche? Jannie van der Boom uit Capelle aan de IJssel reikt hem uit. Ik reed met mijn autootje op de snelweg en ik wou invoegen. En toen ben ik geraakt door een ander. En toen ben ik rondgedraaid, over de kop gevlogen. Mijn auto was stoten los. Ik had gelukkig niks. Ik heb Karel Nederman gebeld van autobedrijf Nederman. En ik heb hem verteld dat ik een auto-ongeluk heb gehad. En toen zegt hij, ik ga je helpen. En toen had hij dus een autootje staan daar zo, een Peugeot. Stuurbekrachtiging, automaat, net als een Twingo. Ja. Lekker veilig. Zou zeggen, ga eens even zitten. En daar was ik allemaal zeer dankbaar voor, want dan kun je dus weer ervaring krijgen. De eerste maanden heb ik niks hoeven te betalen. Ja, de benzine alleen. En daarna is het op de wegenbelasting en de verzekering bij mij gezet. En de auto zelf mocht ik gewoon lenen. Ik hoefde niks te betalen. Ik vind het zo fantastisch als ze me gratis in een auto hebben laten rijden. En daarom reik ik de warme douche uit aan autobedrijf Nederman. Ja. Van harte gefeliciteerd, autobedrijf Nederman. Want dat is nog eens een service die je niet zo vaak tegenkomt. En dit was Radar voor vanavond. Heeft u ook wel eens zo'n hartverwarmende service gekregen ergens? Of juist het tegenovergestelde, dat je stuit op een muur van onwil? Reik dan zelf eens een koude of een warme douche uit. U kunt bedrijven nomineren door te mailen via www.trosradar.nl of bel nog het komende uur 0800 1343. Wij zijn er weer volgende week maandag. U kunt op ons rekenen. Het leukste en beste op tros.nl.